Matthijs, bij zo'n naam zou ik zeggen van ja, jij gaat voor de overwinning. Ja, we gaan zeker ons best doen in eigen gemeente. Het zal zeker een snelle koers worden. Met wat regen ook wordt er verwacht. Dus je zult zeker vooraan moeten proberen te blijven. En dan gaan we proberen het beste eruit te halen natuurlijk. Yes, je hebt een heel team achter jou staan, Jent, denk ik dan toch. Die gaan in opdracht rijden voor jou? Ja, er zijn ook wel wat jongens van mijn ploeg. Die gaan zeker hun steentje proberen bij te dragen. En er zijn nog wat kanshebbers in mijn team voor de titel. Dus ook als zij van voor zitten, zou dat ook mooi zijn als zij misschien de titel kunnen pakken. We zullen zien hoe dat de koers wat gaat verlopen natuurlijk. Wat is de tactiek van jouw team? Mee vooraan zitten en proberen met de ontsnappingen mee te gaan. Met slecht weer kan het toch wel vaak zijn dat er een groep wegrijdt. Dus dan is het zeker zaak van mee te zijn. Hè. Het rondje zelf op zich, gevaarlijke punten? Nee, het rondje heeft altijd zijn mooie brede banen eigenlijk. Hier is het wat draaien en keren in het dorp. Maar voor de rest zijn er niet echt punten waarvan gezegd dat het gevaarlijk is. Natuurlijk, met de regen is het altijd wel opletten in de bochten. Maar ik denk wel dat het alleen schoon koers gaat zijn en dat er niet te veel incidenten of dergelijke zullen zijn. En waar hoop je op, een massasprint of hoop je van voor te geraken met een groepje? Voor mij is het beter dat we zouden weg kunnen rijden met een groepje. Omdat in een echte massasprint is het moeilijk voor mij om het laken naar me toe te trekken, maar met een groepje voorop zou dat wel moeten lukken. Uiteraard gaat iedereen vragen, Nice, familie van of niet? Nee, geen familie van, geen familie van. Oké, ik hoop dat je van vandaag de overwinning mocht mee naar huis brengen. Wat brengt jouw toekomst? Ja, ik rij eigenlijk bij de amateurreeks vooral. En in die reeks probeer ik toch wel bij de betere mee te kunnen. Nu zijn er volgende week is hier nog een koers op trot in Nieuwrode. Dat is dan ook wel een elitekoers eigenlijk. Dus ja, dan is het natuurlijk iets zwaarder. Maar voor de rest rij ik vooral in het amateurcircuit. En probeer ik daar al zo goed mogelijk uitslagen te rijden. Ik kijk wel van week tot week. Maar ik amuseer me daar eigenlijk heel hard in. Overwinningen behalen? Ik ga dat proberen. Het is niet gemakkelijk. Het is al een tijd geleden dat ik ook nog eens gewonnen heb. Vorig jaar heb ik nog wel eens tweede geweest in de Ardennes Challenge. Maar het winnen is al even geleden, dus ik hoop van dat nog wel eens te kunnen doen, ja. En hier in Nieuwrode, ja, dat is toch wel heel speciaal, denk ik, hè? Ja, dat zou fantastisch zijn, natuurlijk. Jos zou heel tevreden zijn, denk ik. Ja, heel zeker. Oké, succes, hè. Dank u wel, dank u wel.